hoi, geef deze video een dikke vette like voordat ik het woord tie-dye spel. T-I-E-D-Y-E. Oeh, dat is eigenlijk niet zo heel erg. Wacht, dat zijn twee woorden. Nou ja, ik ben benieuwd of het je is gelukt. En ik heb altijd al willen tie-dye'en. Alleen het probleem is dat als je dat doet, dan moet je een hele nacht wachten. En daar heb ik geen geduld voor. Maar toen kwam ik laatst in de winkel dit pakket tegen. En je denkt, ja, dat is gewoon een tie-dye pakket. Nee. Het is een heel speciaal tie-dye pakket. Je kunt hiermee namelijk een t-shirt tie-dyen binnen 2 minuten in de magnetron. Wat? Waarom zou je een t-shirt koken? Nou, in deze Fan Friday ga ik dit pakket dus gewoon eventjes uitproberen. En kijken of het ook inderdaad gaat lukken. Nou, even kijken. Kan je het een beetje makkelijk openmaken? Ja. Heerlijk, jongens. Ik zie zoveel verschillende kleurtjes. En het zijn vrijwel alle kleuren van de regenboog. Dus, betekent dat we een regenboog tie-dye moeten maken? Misschien wel. Dat is eigenlijk het enige wat in het pakket zit. Dus al deze tie-dye kleurtjes. Volgens mij moet je shirt hier dus in koken. En hier heb ik handschoentjes, elastiekjes en een handleiding. Ik moet nu deze flesjes gaan vullen met water. Nou, paars wil ik sowieso. Hierin zit dus kleurpoeder. Dus als ik het water erin giet, dan wordt het, als het goed is, tie-dye verf. Oh jeetje, oh. Het moet tot aan het lijntje hier zo gevuld worden. Dus nog heel even en... Nou, dat ziet er lekker paars uit. En nu moet ik het dan echt heel erg goed gaan schudden. Oh nee, het dopje zit er niet goed op, jongens. Ah, het is nu al echt gewoon een knoeiboel, jongens. Mijn hele handen zijn paars. Dit zou toch een makkelijke kit zijn? Dat is me nu al te veel werk. We zijn inmiddels alweer een uur verder. En niet omdat dit zo ontzettend lang duurde om te maken. Nee, al deze verfdingetjes gingen op zich best wel snel. Maar omdat dit gebeurde. Kijk. Ik had dus mijn shirt nat gemaakt. Ik leg hem hier zo op de tafel. En er zat allemaal paars nog op de tafel van dat flesje dat was gelekt. Dus super vervelend. En ik moest dan naar de winkel om een nieuw shirt te halen. Maar no worries, ik heb een nieuw shirt. Dus ik leg hem nu zo neer op tafel. Oh nee! Grapje. Ik heb natuurlijk mijn tafel wel even schoongemaakt hoor. En wat we gaan doen is, ik ga voor de klassieke spiral. Het is volgens mij best wel makkelijk. Ik moet gewoon eventjes zo een puntje in het midden vinden. En dat moet ik vastpakken. En vervolgens een spiral ervan maken. Het hele shirt helemaal gaan draaien. Oké. En van tevoren heb ik dit shirt natuurlijk al eventjes nat gemaakt. Op die manier pakt hij het verf wat beter. Of nou ja, eigenlijk stond in de instructies, dus ik deed het maar gewoon. Pak er gewoon een elastiekje bij. En ik zet hem er omheen. Zo, en 1. Ik weet niet hoe goed dit allemaal gaat worden zo meteen. Maar, maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. Zo. Het lijkt wel een klein beetje op een rondje. Niet helemaal, maar no worries. Prima zo. Er komt vast wel een spiraal uit. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Ik leg het gewoon eventjes hier zo in mijn bakje. Dan ben ik nu klaar om de kleurtjes toe te gaan voegen. Oh, ik voel me echt gewoon een chirurg op dit moment. Ik ga het in de volgorde doen van de regenboog. Ik mis een paar kleurtjes. Ik weet dat roze ook niet in de regenboog zit, maar hè, het is mijn regenboog. Rood. Weet je, ik ga dat gewoon eventjes hier doen. Ik moet gewoon dit kleine stukje rood maken. Zo. Oh my goodness. Oh, dit voelt echt heel erg raar en apart. Maar tegelijkertijd ook wel leuk of zo. Ah! Ga ik nu door naar geel. Dus dan maak ik deze gewoon even lekker geel. Zo. Wauw, dat is een heel fel kleurtje. Oh jongens. Laat het alsjeblieft niet zo fel gaan worden als dat het nu is. Maar ja, wie weet wat er gebeurt als er een t-shirt in een magnetron heeft gezeten. Dit groene kleurtje is wel heel erg leuk en mooi. Oeh, doet me denken aan gras. Gras is groen. Ja. Logisch. Tijd voor blauw. Zo. Oh my goodness. Oh nee. Het is een beetje hierop gekomen. Nou, maakt niet uit. Weet je, er komt zometeen paars overheen. Dus dat gaat vast wel goed komen. Dat hoop ik. Dat praat ik mezelf nu alleen maar aan. Als ik nou heel erg snel ben met paars. En zo ga ik er zo overheen. Ja. Zie je niks van, toch? Het allerlaatste kleurtje is roze. En nogmaals, dat zit normaal gesproken niet in een regenboog. Maar ik vind roze gewoon heel erg leuk. Dus reden genoeg om het hierin te stoppen. Nou moet ik hem omdraaien. Ik ga het gewoon heel voorzichtig doen. Zo. Ik ga het gewoon maar eventjes schoonmaken voor de zekerheid. Oké. En dan kunnen we lekker tekeer gaan hoor. Ik heb nog wel kleine puntjes van andere kleurtjes. Maar weet je, misschien is dat wel echt heel erg mooi zometeen. Nou, dat is dus de spanning van tie-dye. Je weet gewoon niet hoe het uit komt te zien. En sommige foutjes zijn misschien ook wel leuke foutjes. 2 kleurtjes. Hier is paars. En dan ook roze natuurlijk. Oké. Nice. Ik ga het gewoon eventjes hier zo bij de elastiekjes vasthouden. Yay. Love it. Dan is het nu tijd om het in mijn magnetronbakje te stoppen. Het lijkt wel alsof er iets uit de diepvries komt hier zo. Oké. Nou, oprecht heel erg schattig. En dan moeten we mijn t-shirt nu eventjes gaan koken. Oké. De magnetron staat hier zo voor me. En ik heb natuurlijk eventjes gekeken hoe lang die in de magnetron moet. Nou, 2 minuten. Dat was wel een beetje het punt. Ik ga hem gewoon maar eventjes open doen. En mijn pakje en t-shirt hierin stoppen. Nou, daar gaat hij. Ik moet even 2 minuten intypen. En dan zetten we hem aan.
Go! Ah, daar gaat hij hoor. Hij is aan het draaien. Oh my goodness. Oeh, nog maar een paar seconden jongens. Oh, de spanning. 2, 1, go! Oh, ik ben eigenlijk gewoon een beetje bang om dit open te maken. Nee, ik ga het toch doen. Oké, okay, here we go. Hapsakee. Ja, er is niks veranderd. Ik moet dit dus vooral niet aanraken, want het is natuurlijk gigantisch heet. Dus het moet nog 20 minuten hier zo blijven zitten. 2 minuten, amahoula. En nu dat mijn diner is opgewarmd, kunnen we eventjes de elastiekjes eraf halen en er naar kijken. Ik ben er zo benieuwd naar. Oh, wauw. Het heeft 20 minuten afgekoeld, maar het is nog steeds best wel warm. Oh my goodness. Okidokie. Ja, het moment van de waarheid, jongens. En... Wow, dat is oprecht best wel cool, jongens. Maar het is natuurlijk nog niet helemaal klaar, want dit is veel te heftig qua kleur. Ik moet hem nog eventjes wassen. Dit is trouwens de voorkant. Ik heb naar de achterkant te kijken. En ik heb nog een ander shirt design gemaakt. Dus ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Let's go. Ja, de shirts zijn eindelijk klaar, jongens. Het heeft ietsje, klein beetje maar, langer dan 2 minuten geduurd. Maar we zijn er nu eindelijk. Ben je klaar voor het eerste shirt? En tada! Wow, hij is niet zo heel erg anders dan hoe die er net uitzag. Alleen de kleurtjes zijn ietsje vervaagd. Maar oprecht, ik vind hem echt heel erg gaaf. Ik vind het eigenlijk wel beter met de kleuren zo op deze manier. Wauw, ik had niet verwacht dat ik dit zou kunnen maken, maar I did it. Woo. Ja, ben je nu klaar voor het volgende shirt? Het is nog een beetje een verrassing, maar here we go. En woehoe! Wauw, ik ben hier echt heel erg blij mee. Het is zo gaaf gelukt. En het lijkt oprecht gewoon op een shirt dat je zo in de winkel zou kunnen vinden, jongens. I absolutely love it. Maar ik kan natuurlijk niet shirts maken zonder ze eventjes uit te proberen. Got it. En wat vind je ervan? Ik vind het zelf echt heel erg goed gelukt. Ik kan het natuurlijk niet helemaal vergelijken met hoe het normaal gesproken is met een tie-dye. Maar ik kan je wel vertellen dat ik het allemaal binnen deze dag heb gedaan. Gewoon een paar uurtjes werk en dan heb je al iets. Dat vind ik een stuk leuker dan een hele dag wachten op je resultaat. En niet alleen dat, ik heb gewoon 2 shirts gemaakt. Ik vind het zo ontzettend knap van mezelf. Ik vind het pakket echt geweldig. En ik moet je eerlijk vertellen dat ik echt dacht dat er gewoon niks uit zou komen. Maar ik ben dus helemaal blij hiermee. En super gaaf gelukt. Dus wat mij betreft toch helemaal geslaagd. Yes. 20 second wrap out. Lauren en Nargisa, Roos, Lila en Jantina. Korma, Bunny, Team, Femke, Spijker, Man en Fina. Anouk, Kap en Melissa, Mia, Rada, Lara. Velin van de Kraas, Nora en Kiara. Omnia en Melia, Iris, Jonna, Puk en Hanna. Liv en René, Shirley, Lucky, Bert en Sanna. Manal, Lisa, Chelsea en Alicia, Daphne, Jenna. Alyssa, Closet, Claire, Floor, Niels en Sienna. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je nog helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En wil je nou ook heel erg graag kans maken om met je naam en reactie in de 20 second wrap-up van volgende week te komen? Dan kan dat. Je hoeft er alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. En wie weet zie je jouw naam wel weer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!